Goedendag, u kijkt naar het weerscharnaal van weerplaatsen.nl We beginnen met de weerkaart, want die vertelt eigenlijk het verhaal voor vandaag en de komende dagen. We hebben een lage drukgebied bij Noorwegen liggen en die zorgt voor een ook vrij koele stroming via de Britse eilanden naar ons land. Koele, onstabiele lucht stromt onze kant op, betekent dat er makkelijk buien ontstaan. Zeker in de jagentijden waarbij de Noordzee natuurlijk aan de warme kant is. Daardoor is het warm onderin koud hoog in de atmosfeer en dat is ideaal om. Buiten laat ontstaan. Maar het is niet alleen bij ons wisselvallig. We vinden ook slecht weer boven het oosten van Europa. Daar ligt een, een slecht weergebied en dat trekt langzaam weg. Zorgde gisteren voor zware regenval in Zwitserland, bijvoorbeeld. Als we de boel in beweging zetten, zien we het lage drukgebied bij Noorwegen langzaam oplossen. De luchtdruk die stijgt iets. Probeert dat in ieder geval. Maar eigenlijk wordt het niet echt veel beter. Hoge luchtdruk blijft ver van ons verwijderd. Morgen weer behoorlijk wat buien in Duitsland en het Alpengebied. Zaterdag stijgt de luchtdruk boven de Alpen. Dan wordt het daar beter weer. Maar bij ons wordt het juist slechter, want we zien een lage drukgebied van IJsland richting Schotland trekken. En dat lage drukgebied dat gaat ervoor zorgen dat we eigenlijk. Ja, hetzelfde weertype houden, ook volgende week. De aanvoer blijft vanuit het westen tot het noordwesten komen. De aanvoer blijft koele en onstabiele lucht aanvoeren. Warme lucht is wel in Europa aanwezig, maar die scheidslijn die is eigenlijk ver weg. Je zou ongeveer kunnen zeggen dat die grens ongeveer zo loopt. Nou, dat is een bekende strook. Daar ten zuiden van is het grotendeels warm zomerweer. En daar ten noorden van hebben we de wisselvallige variant. Waarbij wij toch wel duidelijk in het wat meer wisselvallige deel zitten dan bijvoorbeeld het midden van Frankrijk. Vanavond in Nederland nog enkele stevige buien. Die buien trekken wel snel weg. De meeste buien vallen in het zuidoosten van het land. Later in de avond komen er vanuit Engeland weer nieuwe buien over de Noordzee aan. En die trekken dan uiteraard richting de westkust. De zon schijnt nog even tot zonsondergang. En de temperatuur ligt halverwege de avond rond 16 graden. Komende nacht trekken er een aantal buien over het land. Meestal in de kustprovincies kan een enkele klap onweer bij zitten. Maar meestal beperkt de neerslag zich tot regen. Opklaringen zijn er ook en de temperatuur daalt tot rond 11 graden. Kijken we naar het weerbeeld voor morgen, dan zien we eigenlijk een herhaling van vandaag. Waarbij er meer buien zullen zijn en ze zullen wat zwaarder zijn. Maar in grote lijnen hetzelfde weerbeeld. Betekent dus in de ochtenduur al her en der buien, maar ook geregeld zon. En naarmate de ochtend vordert, komen er meer buien. En in de middag zien we dan de meeste buien over het land trekken, vooral over het binnenland. En daar is er ook kans op hagel en onweer. Temperaturen 20 à 21 graden. Maar tijdens een stevige bui daalt het kwik naar 15 graden. De wind komt uit het westen tot noordwesten. En het weekend weer, dat ziet er ook weer zo vallig uit. Zaterdag nog wel geregeld zon, maar ook een paar buien. Zondag dan heeft de zon het al wat moeilijker. En dan gaat het wat langer regenen. En aan zee ook harder waaien. Temperaturen zijn laag voor de tijd van het jaar. 23 graden is normaal, maar we moeten het doen met 18 à 19 graden. En ook maandag hebben we die temperaturen. En als we naar de langere termijn kijken, ja, dan zien we eigenlijk weinig gebeuren. Voorlopig. Hele volgende week temperaturen halverwege de 15 tot 20 graden. En pas na het volgende weekend zien we heel voorzichtig een trend omhoog. Is nog ver weg. Rustig afwachten. Kijken we nog even naar de neerslag. Nou dan fluctueert dat een beetje. Maar eigenlijk is er geen dag bij waarbij het helemaal droog blijft. Zeker niet de komende week. Dus aanhoudend wisselvallig, aanhoudend koel. Cool. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.